Welkom op de C. van Leeuwen School. Onze school ligt in Hartje Eerbeek. Op onze school verzorgen we goed en uitdagend onderwijs met de nadruk op samenwerkend leren. We besteden veel aandacht aan taal en rekenen en alle kinderen krijgen Engelse les. Kinderen die veel uitdaging nodig hebben, kunnen terecht in onze plusklas. Momenteel is onze school nog gehuisvest aan de Huygenslaan. Maar op den duur verhuizen we naar een prachtig nieuw schoolgebouw, een paar straten verderop. En hier komt ons nieuwe gebouw, wat van alle gemakken voor modern onderwijs voorzien zal zijn. Ruime lokalen en een prachtig speelplein. Maar de C. van Leeuwen heeft meer te bieden. Veel meer. We beginnen 's morgens bij de kleuters met een inloop. Dan zitten alle kinderen lekker aan hun eigen tafelgroepje te werken. En als we daarmee klaar zijn, dan gaan we in de kring zitten en beginnen we met de kringactiviteit. Dan kunnen de kinderen wat vertellen over wat ze hebben meegemaakt. Of we lezen een verhaaltje voor of zingen een liedje. In de kleutergroepen staat spelend leren centraal en werken we met thema's. Die thema's die willen we zoveel mogelijk laten aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. En die laten we meerdere weken achter elkaar duren. Tijdens die thema's gaan de kinderen werken aan opdrachtjes, spelletjes, lezen we verhalen voor. En op die manier leren kinderen heel veel nieuwe woorden en begrippen kennen. We vinden het belangrijk dat de kinderen zelfstandig leren te werken. En daar beginnen we ook met de kleutergroepen al mee. De kinderen kiezen 's morgens een activiteit op het kiesbord. En in de bovenbouw hebben we een weektaak. Dan plannen de kinderen gedurende de week zelf hun werkjes in. Ik kies voor kleuren. One, two, three, four, five. Alle leerlingen op onze school krijgen Engels. We doen Engelse spelletjes, we zingen Engelse liedjes en kijken naar Engelse filmpjes. Alle kinderen kunnen overblijven op school. Ze eten een boterham in de klas onder begeleiding van de vaste overblijfkracht. Na de lunch is er tijd om buiten te spelen. Bij slecht weer kunnen de kinderen een spelletje pakken uit de spelletjeskast of een boekje lezen. Tijdens de kartraining praten we met elkaar en doen we toneelstukjes. Zo leren we voor onszelf op te komen, mee te zeggen en naar elkaar te luisteren. In alle groepen krijgen de kinderen te maken met ICT. Zo leren de kleuters hun eerste woordjes typen op de computer. Dit doen ze met behulp van de computerouders. In de hogere groepen maken ze werkstukken en spreekbeurten met behulp van Prezi of PowerPoint. Ook zoeken ze soms dingen op het internet op. In de plusklas gaan we aan de slag met opdrachten zoals papier maken, bedrijfsbezoeken organiseren en bouwconstructies maken. We leren samen te werken en goed te plannen. Nu ben ik een totembouw aan het maken. Binnenkort presenteer ik die aan mijn klas. De C. van Leeuwen is een superleuke school. Elk jaar houden we een schoolfeest waarbij alle ouders en de hele buurt welkom zijn. Dan zamelen we geld in voor de school en voor het schoolkamp van groep 8. Door de leerkracht van mijn dochter word ik regelmatig op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen die zij doormaakt. Ik ben altijd welkom om te komen praten over mijn kind. Eens per maand krijgen wij een nieuwsbrief en volg ik de C. van Leeuwen via Facebook en Twitter. Op de C. van Leeuwen school zijn ouders nauw betrokken bij de school. Zo ga ik zelf regelmatig mee met activiteiten en excursies. Wij hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van onze school.
Heeft u nog vragen of wilt u een kijkje nemen? Bel ons gerust, dan maken we een afspraak. Wie weet, tot ziens op de C. van Leeuwenschool.